Welkom bij Spellen Zolder, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer met jullie een blik werpen op Volt, uitgegeven door Heidelberg Games. Het is een spel voor 2 tot 4 spelers waar je ongeveer 30 tot 45 minuutjes mee bezig bent. En in dit spel kruip je in de huid van een death robot. En ga je in een arena de strijd aan met de andere robots. En probeer je als eerste een x-aantal overwinningspunten te verzamelen. Dat kun je aan de ene kant doen door een beetje lafjes op bepaalde posities te gaan staan, waar je een punt krijgt als je er aan het einde van een ronde nog steeds staat. Maar het is natuurlijk veel stoerder om mede-robots in de dieptes te duwen of met lasers omver te schieten, want ook daar krijg je overwinningspunten voor. Degene die als eerste het benodigde aantal punten weet te scoren, wordt de winnaar. Dus laten we maar eens een blik werpen op wat er in de box zit. Het spel is bedacht door Emerson Matsushi en wij krijgen de spelregels in het Engels in de vorm van twee boekjes. Je hebt de training manual waarbij je eigenlijk het basisspel kan gaan spelen en de basics uitgelegd worden. En in de RFL manual staan eigenlijk de manieren waarbij je met upgrades kan spelen, wat er dan verandert in het spel, uitleg van de verschillende upgrades en een paar andere varianten waar je mee kan gaan spelen. Prima regels, makkelijk om doorheen te gaan. We hebben in totaal 4 arena's waar wij de strijd met elkaar op aan kunnen gaan. Verder hebben wij voor elke speler een zichtschermpje waar jouw robot in mooi artwork op afgebeeld staat en je programmeertegel en robottegel. We hebben verschillende kaartjes, de basic kaartjes, reference en overzicht van je robot, overwinningspunten. Dit zijn de upgrade kaartjes in verschillende kleuren, de dobbelstenen die we gebruiken om te programmeren. Dit zijn de hoeken van de arena, miniatuurtjes voor de verschillende robots. Ieder best wel heel erg tof uitzien. En dan heb je de markers, damage markers en dat alles in een mooie layout. Maar dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een potje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld even opgezet voor 4 spelers. Elke speler kiest een robot. Je krijgt je programmeertegel, je reference tegel. Je krijgt een zichtschermpje, een setje van 2 blauwe en 2 rode dobbelstenen, wat markers. En voor de camera heb ik niet bij iedereen neergelegd, maar je krijgt natuurlijk ook jouw robot die je hier bovenaan legt. In het midden zetten we de arena. Iedereen kiest een zijde. Je hebt 5 startvakjes herkenbaar aan de pijltjes erop. Je kiest een positie waar je wilt starten. En we leggen de beurtvolgorde tegeltjes, eigenlijk zijn het meer tiebreakers, daar binnen handbereik. Als je de eerste keer speelt, wordt geadviseerd om niet gelijk met de upgrades te spelen. Dus ik begin de uitleg zonder de upgrades, maar ik zal ze daarna gelijk behandelen. Want die voegen een hoop leuks toe en zijn niet al te complex om toe te voegen. Verder pakken wij de damage markers en de overwinningspunt markers. Deze leggen we gesloten neer. We openen de 3, zodat de 3 willekeurig op het speelveld liggen. Zorg dat je hierbij geen dubbele krijgt. En dan zijn we klaar om te gaan beginnen. Het doel in het basisspel zonder upgrades is de eerste te zijn met 3 overwinningspunten. Want dan win je de battle. En je krijgt dus een overwinningspunt als je een andere robot vernietigt. Dan wel je beurt eindigt op 1 van deze fiches. Dan mag je dat fiche namelijk pakken. En daar staat ook een overwinningspuntje op. Maar zo zet hem op. Laten we maar eens wat gaan strijden. Het spel wordt gespeeld over rondes en elke ronde bestaat uit 3 fasen. De eerste fase is de voorbereiding. We zorgen dat er 3 fiches met overwinningspunten liggen. Als je uit de arena geklapt bent, dan mag je al je damage tokens afleggen en jezelf weer terug in de arena brengen op 1 van de 5 startlocaties aan jouw zijde. De nummers die we hadden vanuit de vorige ronde, die worden weer bovenin gelegd, zodat iedereen die kan krijgen. En we zetten ons scherm weer voor ons programmeerbordje. Voor de video haal ik hem even weg. Dan gaan we naar de tweede fase en dat is het programmeren. En het programmeren doe je met deze 4 dobbelstenen. Je hoeft ze niet te gooien, je gebruikt puur de dobbelstenen om de waardes te bepalen. De blauwe dobbelstenen zorgen ervoor dat je mag bewegen. Bewegen mag alleen maar orthogonaal, dus in de 4 richtingen, niet diagonaal. En de rode dobbelstenen gebruik je om je laser af te vuren. En dat mag wel in alle 8 de richtingen. Je hebt 3 verplaatsingen, genummerd 1, 2 en 3. Of 3 acties moet ik zeggen. En we gaan eerst allemaal actie 1 doen, dan actie 2 en actie 3. De blauwe dobbelsteen bepaalt aan de ene kant in welke richting je gaat bewegen. En dat moet je altijd zien vanaf jouw perspectief. Dus als ik hem hier neerleg, ga ik een stapje naar rechts.
En als ik hem hier naartoe zou leggen, dan ga ik een stapje naar voren. En het aantal ogen wat je kiest is hoeveel stapjes je doet. De rand van de arena is een muur, dus daar kun je jezelf niet uitwerpen. Maar dit soort gaten in de vloer, als je daar vrolijk naar binnen rijdt, dan val je en ben je kapot. Verder, als je tijdens het verplaatsen een andere robot tegenkomt, dan duw je die net zo lang totdat je klaar bent met verplaatsen, tot deze in een gat valt of totdat we tegen de muur aan staan te duwen. Maar je kan dus zelf zeggen van nou, ik wil plankgas naar voren, dus ik zet hem op 6 recht naar voren. De laser werkt in principe hetzelfde, alleen die schiet altijd in een rechte lijn tot hij ofwel een muur raakt of dat hij een andere robot raakt. De waarde die je erop zet is voornamelijk belangrijk voor de volgorde. Een 1 zal eerder vuren dan een 2, enzovoort, enzovoort. Maar je schiet dus in een bepaalde richting. Nou, laten we zeggen dat ik ook nog eens een keer rechtdoor schiet en ik wil snel schieten. En daarna wil ik nog een, wat heb ik gedaan? 6. En dan doe ik nog een stapje naar links of rechts vanuit jullie. Je houdt altijd 1 dobbelsteen over. Mocht je tijdens het programmeren en al je enthousiasme 2 dobbelstenen op een actie hebben gelegd, dat gaan we natuurlijk zometeen bij iedereen zien, dan is dat jammer, die actie wordt geannuleerd. Dus als je fout programmeert of je hebt een blauwe dobbelsteen in de hoek gelegd zonder dat je daar een upgrade voor hebt, dan wordt die actie geannuleerd en dan vervalt die gewoon in zijn volledigheid. Degene die als eerste klaar is met programmeren, die mag een van de tiebreaker fiches pakken. Hoe lager het getal, hoe beter de kans is dat je bij een gelijkspel als eerste je actie mag uitvoeren. En zo gaan we door tot iedereen uiteindelijk een fiche heeft. En dan gaan we naar de derde fase en dat is de activatiefase. We beginnen bij nummer 1. Iedereen laat zien wat hij of zij geprogrammeerd heeft. En we gaan eerst kijken naar de nummer 1 actie. En daar zit een vaste volgorde in. Als eerste wordt er gekeken naar de waardes op de dobbelstenen. De laagste waarde gaat het eerst. Dus is er iemand met een 1, dan mag die als eerste, daarna een 2, et cetera. Mochten er meerdere 1'en zijn, bijvoorbeeld een blauwe en een rode 1, dan gaat blauw beweging voor de rode dobbelsteen. En mocht er een gelijk spel zijn, dus hetzelfde getal en dezelfde kleur, dan pas wordt er gekeken naar deze fiche. Dus in principe is het 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan blauw voor rood. En als dat allemaal niet helpt, dan hebben we deze fiches om de tijd te breken. Nou, iedereen gaat bewegen. Deze heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om gelijk te schieten. Dat betekent dat ik 1 damage neem. Deze robot kiest ervoor om hier naartoe te bewegen. Deze robot gaat hier staan. En ik heb een 6, dus de kans is groot dat ik als laatste mag. Dus ik beweeg daarna mijn 6 punten. Dan haalt de dobbelsteen eraf voor de duidelijkheid. Gaan we naar het tweede. Nou, we gaan kijken wie heeft er allemaal één. Nou, misschien was ik wel als eerste. Dus ik vuur in een rechte lijn vooruit. Nou, daar staat op dit moment nog iemand. Dus die krijgt een damage. Daarna heeft hij misschien bedacht dat hij 2 stapjes naar voren gaat. Waardoor hij mij weer duwt. Deze beweegt hier naar achteren. En deze gaat bijvoorbeeld hier staan. Nou, whatever. En zo gaan we één voor één de acties afhandelen. En dan zul je merken dat het al vrij snel één groot gekhuis wordt. De gouden velden, die doen in de basisvariant nog niks. Maar daar ga ik zo meteen op terugkomen. Mocht je erin slagen om een robot in een put te duwen, dan valt hij er vanaf. Krijg je een punt voor het slopen van die robot. In het begin van de volgende ronde gaat deze weer alle damage eraf halen en op een van deze 4 vakjes terugkomen. Dat is trouwens deze kerk er wat eraf geduwd. Mocht jij degene zijn die de derde damage doet aan een robot. Hij schiet er nog een keertje op. Pieuw, en ik schiet daarna nog eentje. Pieuw, waardoor ik de derde damage doe. Ook dan wordt de robot van het spel verwijderd. En de volgende ronde verwijdert hij alle damage. En mag hij zijn robot weer terugbrengen. En ook daarvoor krijg je een overwinningspunt. Tot slot, als je na alles, al het schieten en al het verplaatsen, bent geëindigd op een fiche, dan mag je dat fiche pakken. En ook dat levert je een overwinningspuntje op. En zo krijg je dus je puntjes binnen. En degene die als eerste 3 overwinningspunten heeft, is de winnaar. En dat is hoe het basisspel gespeeld wordt. Nou, het is leuk om natuurlijk zwaardere wapens en uniekere eigenschappen te krijgen. En daarvoor zou ik aanraden om met de upgrades te spelen. Aan het begin van het spel mag iedere speler 2 upgrades kiezen. Blauwe upgrades werken voornamelijk op de verplaatsing, rode op de aanval en geel zit op van alles en nog wat. Ik kies bijvoorbeeld een gele en een blauwe. Elke robot kan op elk moment maar 2 upgrades hebben en die moet ook nog eens een keer verbonden zijn op de juiste manier.
met jouw robotkaartje. Jullie zien ook dat bijvoorbeeld deze blauwe upgrade werkt als je een blauwe dobbelsteen gebruikt tussen de waardes 1 tot en met 3. De gele upgrade heeft geen dobbelsteen vereiste, maar die zegt je bent een bom, als je vernietigd wordt ontplof je en doe je 2 damage aan iedereen die om je heen staat. Nou, de uitleg van al die upgrades ga ik niet te veel detail doen, maar dat is een beetje hoe die upgrades werken. Aan het begin van elke ronde mag je je upgrades vervangen. Je kunt tijdens het spel er meer krijgen. Telkens wanneer jouw robot door een tegenstander vernietigd wordt, krijg je een upgrade naar keuze. En als je je beurt beëindigt op een geel vakje, krijg je ook een upgrade. Nou, alle upgrades die je krijgt, die hou je in een bij je als een soort van voorraad. Je mag er zoveel hebben als je wilt. En aan het begin van elke beurt kun je dus zeggen van nou, ik heb nu zo'n leuk wapen. Die wil ik liever hebben dan dat ik ontplof op het moment dat iemand mij vernietigt. Dat kun je elke beurt een beetje wisselen. Die geven allerlei leuke eigenschappen. Je moet het ook zo zien dat sommige rode upgrades werken toch nog op de blauwe dobbelsteen. En sommige blauwe werken weer op de rode dobbelsteen. Het is wel even belangrijk om dat in de gaten te houden. En omdat met 4 robots door de arena aan het hossen zijn en iedereen verschillende upgrades heeft, is het wel belangrijk dat je even aan iedereen vertelt wat je op dit moment voor systemen aan je robot hebt gehangen. Zodat we weten wat er te verwachten is. Verder speelt het op dezelfde wijze, met als enig verschil dat je met de upgrades tot 5 overwinningspunten gaat. Dus niet heel veel complexer, maar het geeft je meer veelzijdigheid en mogelijkheden door de verschillende upgrades. En dan hebben we natuurlijk nog in totaal 4 verschillende borden, waarbij je dus nog weer extra hazards hebt die op die borden staan. Extra muren waar je bijvoorbeeld niet doorheen kan, die het weer op een andere manier uitdagend maken. Maar dat is hoe Volt gespeeld wordt. Volt is een vermakelijk en toegankelijk spelletje wat thematisch ook nog eens keer erg leuk in elkaar zit. We krijgen een schitterende vormgeving, de doos die we gebruiken als arena met de hoekpilaren waar tv-schermen op zitten. En zelfs hier aan de randen staat allerlei onzinnige reclame, erg grappig gedaan. Je krijgt schitterende robot miniatuurtjes met prachtige zichtschermen en alle componenten zelf zien er ook gewoon tof uit. En tegelijkertijd houden ze het overzichtelijk. Zodat je je kan concentreren op wat er allemaal voor gekkigheid gebeurt in de arena. De spelmechanismes zijn simpel. Je hebt 4 dobbelstenen die je mag verdelen over 3 acties. En je mag zelf de waardes bewegen. Dus ondanks dat het dobbelstenen zijn, kun je zelf bepalen en een beetje in elkaars geest kruipen van wat zal die speler gaan doen? Waar heeft hij zijn oog op laten vallen? Kan ik in de juiste positie komen om hem bijvoorbeeld in een gat te duwen? Of kan ik een laser op hem afvuren? En als je een laser afvuurt, is het dan een killing shot? Of maak je het andere spelers weer makkelijker? En zo zit je een beetje te spelen met welk nummer zal ik erop zetten. Met name bij de lasers en voor je verplaatsing is het ook grappig om te zien hoe mensen soms totaal verkeerd ingeschat hebben welke kant ze op zouden rijden. Zeker nadat je ze een klein duwtje hebt gegeven. Dus dat is een vermakelijk spel wat natuurlijk sterk doet denken aan Robo Rally. En daar wil ik ook gelijk een korte vergelijking mee maken. Want dit spel lijkt heel sterk op Robo Rally, waar je met je robot geprogrammeerd aan de voorzijde en dan tegelijkertijd gaat racen, waarop er van alles en nog wat gebeurt met lasers en elkaar schieten en ervan afduwen. Hoe verhoudt dit spel zich als je bijvoorbeeld Robo Rally al hebt? Robo Rally is chaotischer. Dat is een feit, omdat je hier eigenlijk invloed hebt op alles wat er gebeurt. Met 4 robots is het nog steeds een redelijk gekkenhuis in de arena. Maar mocht je het met 2 spelen, zonder eventuele killbots, wat een mechanisme van het spel is om non-player bots eraan toe te voegen, dan is het best nog wel een tactisch spelletje. Kun je uitdokteren wat de andere speler gaat doen en op welk moment, en kun je daar listen gebruik van maken. Dan is daar redelijk nog wel op in te plannen. En speel je het inderdaad met 3 of 4, wordt het wat wilder. Robo Rally is voor een groot gedeelte, je krijgt een set kaarten, daar ga je mee programmeren. En naarmate je meer damage hebt, krijg je minder kaarten of liggen kaarten zelfs permanent vast. En zeker als je dat met een grotere groep doet, wordt het 1 grote bende. En dat betekent dat Volt, wat mij betreft, een spel is wat net wat makkelijker op tafel komt, omdat de frustratie minder is als het 1 groot gekkenhuis is. Ik zelf ben eigenlijk wel erg gecharmeerd van het gekkenhuis wat Robo Rally weet te realiseren. Maar omdat je verplicht wordt je verplaatsing en je acties te doen met de kaarten die je toebedeeld hebt, kan dat spel heel lang duren.
En daar is dit spel veel strakker en veel sneller in. En dat is een charme die ik in Volt weer heel erg waardeer. Dat maakt het gewoon tot een toegankelijker en gebalanceerder spel ten opzichte van Robo Rally. Waardoor het stiekem naar die kroon aan het steken is. En op bepaalde vlakken daar absoluut ook mee vandoor gaat. En het is om die reden dat ik Volt van harte kan aanraden voor mensen die houden van een snel gek racespelletje waarbij je elkaar te lijf gaat in een arena met grote death robots. En daarom krijgt dat voor mij ook een 8. Spellen's older.